fiets weer, hè? Fiets weer? Nee, fiets weer! De fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd. En de fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd. En de fiets van Piet van Pa is zojuist gepasseerd. Ja, zo. Zijn de plakjes die? Ja, die zijn wat kleiner. Ik weet niet. Ja, doe maar zo eentje kleintje van die kool. En, ja. En doe maar niet meer. Ja, dat is goed. Het witte is gestold eiwit. Ja. Als dat erop zit, weet ik dat het warm genoeg is geweest. Ja. Die is boven. Ja, wij deden mijn PVC-stokjes in de hoeven, zeg maar. En ook met de draden eraan met de wurm. Ja, die hebben ze ook gewoon met de werpengel. Ja, die is boos. Dat hebben ze een jaar. Dat hebben ze ook 450 paar. Ja, dat is een beetje verder. Waar haalt u die vis? Bij Schot en Tolen haal ik mijn zalm. En bij de Koksparendam in Ramvoetsveer haal ik de paling. Zo. Het is allemaal kweekpaling. Ja, maar dan is jij gerookt of nee? Nee, roken doe ik alles zelf. U zelf? Alles vers, zelf roken, originele spullen, eikenhout, beukenhout, mot, zaagsel, echte goede spullen. Ja? Ja, en gewoon met vuur nog, niet elektrisch. Oh, met vuur. Ja. En hoe lang duurt dat? Voor de warm roken duurt een uur of ja, drie kwartier een uur. En afhankelijk of je een sterkere rooksmaak wil of een minder sterke, ja, kun je nog een kwartiertje extra geven. Ja. Koud roken, dat doe ik in sessies van 18 uur. Ja? Ja, en dat mag maximaal bij 28,5 graden, 29 graden. En dan moet hij echt zijn tijd hebben. Oh, ja. In de supermarkt mogen ze het gerookte zalm noemen met 5 uur roken. Voor mij rook ik standaard 36 uur. Ja, en dat doet u thuis in de? Rookoven, in de Edisonlaan. In de salaan heb je ruimte voor? Ja, en warm roken doe ik bij Groendijk, achterop het terrein. Ah, de plaats, op uitnodiging? Op uitnodiging, of bij evenementjes als ik er een keer tussen kom. Als vorig jaar bijvoorbeeld hadden ze East Woodstock. Een klein popfestivaletje, à la de 70-jarige Woodstock-stijl, zeg maar. Ja. Nou, dan heb ik de hele dag gestaan met broodje paal en broodje zalm. Oh, ja. Ja. Maar ik doe ook wel eens een keer een bordje roken. Of oh, ja. Pieterman. Mensen zijn vergeten vissen. Net zoals vergeten groenten. Mensen kennen ze niet meer. En die zijn gerookt. Ontzettend lekker. Ja. En kosten een hele hoop minder. Ja, dat is heel verschil. Veel, hè? Ja. Ja, kijk, dit is niet zo mooi. Gewoon dit. Is, daar hou ik ook van om te zien. Gewoon dat je. Nou, hè? Heerlijk. Maar dat, met de roken valt dat mee. Er komt er weinig boter bij, of eigenlijk helemaal geen boter bij, of vet. Het moet gewoon puur op zijn eigen vet aangemaakt. Ja. Dan krijg je nooit die ranzige smaak van de boter. Nee. Zeg maar. Oh, zo. En als je zalm iets daaruit bakt, wordt die ook ranzig. Dat is gewoon een vet mee. Ja. En dat is een heel andere smaak. Leuk. Jongen. Dankjewel, hè. Alsjeblieft. Zijn zojuist gepasseerd. En de spaken van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets van Piet van Pa. Zijn zojuist gepasseerd.